Nou, hoe installeer je nu Wahoo op je Android-telefoon? Dat is redelijk nieuw. Sinds december 2013 is Wahoo er ook in concept, althans een eerste versie voor Android. Die staat nog niet in de Google Play Market, dus die moet je op je computer downloaden. Vervolgens met het kabeltje, zoals ik hier heb, gewoon via je laptop of je computer aansluiten op je telefoon, het bestandje overzetten. Ik heb hem in de downloadmap gezet. Vervolgens klik je erop en dan installeert hij zichzelf. En soms staat er een beveiligingsinstelling dat je telefoon niet zomaar alles installeert. Dat is natuurlijk alleen maar heel veilig. Maar dan moet je die beveiliging voor deze app eventjes opheffen. Nou, vervolgens, ik heb hem al geïnstalleerd. Ga je naar Wahoo toe. Ik heb hem hier geïnstalleerd. Is dit icoontje. Nieuwe informatie. Nou, eventjes niet. Nou, hier kies je voor running. En dan gaan we even kijken of de hartslagmeter is aangesloten. Die is niet aangesloten op dit moment. Dus kijken of we dat nou alsnog kunnen doen. Nee, ik denk dat we dan toch moeten stoppen. Dan gaan we terug. Oh, dat is te ver. Settings. Workout settings. Running. En hier kunnen we dus de hartslagmeter toevoegen, ook een vermogensmeter trouwens. Nou, hier zie je de hartslagmeter. En nu is hij al geconnect, zo snel gaat dat. Als je maar snel in het juiste menu bent. En dan gaan we nu starten. Nou, hier zie je mijn hartslag, die is nu 60. Je kan zo door de schermpjes heen swipen. En dan zie je, ja, als je natuurlijk even aan het trainen bent, je maximale hartslag en je gemiddelde hartslag. En hier ook in dit scherm zie je hem dus staan. Dus op die manier kun je dus Wahoo Fitness installeren op je Android-telefoon en ook de hartslagmeter instellen op de gratis app.